Meneer Walden, u zit weer sinds lange tijd in een kleedkamer. Ja, die heb ik mijn hele leven gekend. En dat is opgehouden een paar jaar geleden toen mijn collega gestorven is. Daarna ben ik eigenlijk niet meer in de kleedkamer geweest om me te schminken en voor te bereiden op een voorstelling. We hebben het meer dan 40 jaar gedaan, dus snip en snap revue. En dat is ook in de oorlogstijd is dat doorgegaan? Ja, het is dus begonnen in 1938. Eerste bondlistige avondtrein, maar de snip en snap revue is pas in 1938 begonnen. En daar hebben we mee door kunnen werken tot de hongerwinter eigenlijk. Dus je moet niet vergeten, er was geen televisie. De mensen waren helemaal aangewezen voor amusement op theater. En daar hadden ze veel voor over. Ze kwamen ook van heinde en ver in het City Theater, later in Carré, om 's morgens vroeg, heel vroeg al in de rij te gaan staan om plaatsen te bemachtigen. En om dan s'avonds de snip en snap revue één keer per jaar mee te maken, want we hadden ieder jaar een nieuwe revue. Ja, en in de oorlog hebben we ook nog gewerkt tot de hongerwinter eigenlijk. En dat was in het City Theater in Amsterdam. Het was het enige wat de mensen hadden toen in die tijd. En wij vonden het prettig om de mensen die in zoveel narigheid zaten nog een uurtje amusement te kunnen brengen. En dat werd wel gewaardeerd ook door de mensen? Ach ja, alleen wij hoorden nooit de mensen applaudisseren, dat kon niet, want er was geen verwarming. De mensen zaten in de zaal allemaal met dikke jassen aan en wollen handschoenen. Dus we hoorden ze niet klappen, maar wel lachen. En dat hadden ze dan nodig ook. Ja. En er was ook geen stroom op laatst. In de elektriciteit was er niet. Dus we hadden één schijnwerper in de zaal staan in het City Theater. En die dreef op een accu. En die werd opgeladen door een man die beneden de kelder zat op een fiets. En dan hard trappen moest om die accu bij te laden. En als die man moe werd, ja, die kon niet aan trappen blijven. En dan ging het licht langzaam uit. Dan moesten we even wachten tot die man weer op adem was. En weer verder ging trappen. En dan ging het licht weer aan. En dan speelden we verder. Dat is eigenlijk wel grappig. Het is eigenlijk typisch dat je, hoewel het een vreselijke tijd geweest is, die 5 jaar oorlog, maar dat je toch nog zoveel lachen kon. En dat er zo'n saamhorigheid en vriendschap was bij de mensen. Iedereen probeerde iedereen te helpen. En heeft u ooit moeilijkheden gehad met Duitse instanties? Nou, als ik eerlijk moet zijn, nee. Hoewel ik het dikwijls wel bond gemaakt heb. Ik herinner bijvoorbeeld in de revue hadden we een beeld, dus een finale. En dat was met gloeilampjes. Dat was dus nog in de tijd dat er nog licht was. Hè. En die gingen aan en uit. En op een gegeven moment bleven ze branden. En dan was het rood, wit en blauw. En daar reageert het publiek onmiddellijk op. Die onmiddellijk applaudisseren. Eventuele Duitsers die in de zaal zaten, die begrepen daar niet waarom. Hè. Maar ik moet u ook erbij zeggen dat we eigenlijk bijna nooit Duitsers in de zaal gehad hebben. Ze verstonden ons niet. Hè. Nee. We spraken zo als juffrouwen vooral zo'n onverstaanbare taal voor hun. Maar ik ben één keer bijna te ver gegaan, maar het is goed afgelopen. Dat is geweest met het liedje als op het Leidseplein de lichtjes weer branden gaan. Want dat was toch eigenlijk letterlijk gezegd van ik hoop dat jullie me gaan omduvelen. Maar ik heb het een heel jaar kunnen zingen met een ovationeel succes. Dat was erg aandoenlijk. De mensen huilden er soms bij. En ja, dat is het enige wat ik dus eigenlijk ooit gedaan heb. En waar ik nu nog steeds trots op ben. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het lied